Daar zijn we dan eindelijk. Wereld 2 van Mario vs. Donkey Kong. Level 1. En ja, het is alweer meer dan een week geleden dat ik heb opgenomen. Dat ik deze game heb gespeeld op YouTube. Ik ben best wel ziek geweest de afgelopen week. Dus best wel een beetje balen. Ik had eigenlijk al lang 3-4 werelden op YouTube hebben willen staan. Maar ja, als je ziek bent, dan kan ook ik niet opnemen. Helaas, dat is wel erg jammer. Maar ja, soms is het even niet anders. Ik heb haar aan mijn neus. Pearl hangt aan mijn neus. Als je wil weten wie Pearl is, dan moet je me even op Instagram volgen. @RickHatchu. Ja, die naam was ook wel toepasselijk voor mijn ziek zijn. Ik had een flinke Hatchu te pakken. In mijn neus zat helemaal vol snot, jongen. Echt super smerig. Maar ja, kon er niks aan doen. Waar ik wel wat aan kon doen, is even dit leveltje uitspelen. Zo, hoppakee, sleuteltje erin en gaan. En ik heb eigenlijk pas sinds een week nu weer dat ik denk... Ah, ja, mijn... Auw! Niet zozeer dat ik nu sinds een week zoiets heb van auw. Ik zat even niet op te letten op Piet. En trouwens, het was ook niet sinds een week. Sinds een dag heb ik nu weer zoiets van ja, oké. Ik kan er weer een klein beetje tegenaan. Het gaat weer oké met mij. Ik kan weer wat doen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik kan eindelijk weer ademen ook. Dat is ook wel fijn. Met twee handen klimmen. Oké, ja, dan kan je zo naar boven en naar beneden. Dan kan je denk ik wat sneller zo, hè? Ja, maar ik had er gewoon geen adem, joh. Ik dacht ook even, heb ik corona? Dus ik heb ook weer... Ja, dit werkt dus ook niet. Maar ik dacht dus echt dat corona weer terug was bij mij. Maar gelukkig had ik geen corona, dus dat was wel chill. Kijk, hier mogen ze niks. Nee, zo, hoppakee. Deze gaan we pakken. Wereld 1 uitgespeeld. We gaan door naar level 2. Dit is trouwens ook een manier van opnemen. Hè? Als ik gewoon tijdens mijn video's wat ga vertellen over hoe het gaat met mij. Wat ik heb gedaan in het leven. Dat soort dingetjes. Als je dat leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. En laat het even weten in de comments. Dan weet ik dat ik dat misschien wel vaker moet doen. Dus het is misschien ook wel leuk om gewoon zo een beetje low-key te gaan vertellen. Hoe het met mij gaat en waar ik me allemaal mee bezig hou en zo. Vind ik leuk. Ik ben benieuwd of jullie het ook leuk vinden. En ik ben super blij dat ik nu gewoon weer wat video's op kan nemen, jongens. Want het was zo lang geleden. Dus even kijken. Ik moet deze sleutel pakken. Dan moet ik denk ik hierop springen. Hierop springen. En dan vervolgens op het beestje springen zo. Deze neushoorn. Ja, en die gaat dan heel chill zo de andere kant op lopen. En dan kan ik weer naar deze kant springen. Ja, lachen. Oké, cool. Heb ik niks gemist voor de rest? Nou, ik hoop het niet. Ik doe in ieder geval sleutel in de slot. En dan gaan we door. Dus even kijken wat hier staat. Ja, die kunnen we dus ook oppakken en gooien. Oké, cool. Deze kunnen we ook oppakken en gooien. Dan kunnen we hier omhoog. Zo, ja. Ja, ik had dus deze week ook echt vakantie, hè. Dat was zo balen. Zoals de meesten van jullie misschien wel weten, is dat ik werk op een school. Dus ik zit vaak ook met schoolvakanties die ik dan vrij heb. Super leuk, super chill. Ik kan deze natuurlijk dan ook meenemen. Die bijvoorbeeld daar gooien. Dan als ik daar naar beneden val, dan ga ik in ieder geval niet kapot. Dus ik dacht, jee, leuk. Ik heb vakantie. Super duper nice. En precies dan word ik weer ziek. Maandag was ik niet ziek. Ik heb maandag wel leuke dingen kunnen doen. We gaan even lekker door naar wereld 3 met monkeys. Maar ik ben ook nog naar de bioscoop geweest. Ik ben een groot fan van naar de bioscoop gaan. Vind ik echt superleuk. Is een van mijn allergrootste hobby's. Dus kan ik aan zijn staart hangen? Wacht even. Ik wil aan zijn staart hangen. Eerst maar eens deze pakken. Ik denk dat ik wel aan zijn staart kan hangen. Ik denk dat ik die wel kan grijpen. Ja, precies. Dus dat heb ik wel gedaan. Samen met wat leden uit de Discord community. Superleuk. Als je daar ook soms naar mee wil. Of je wil gewoon een leuke community joinen. Join de Discord server. Linkje staat hier op mijn kanaal en in de beschrijving. Dus super nice. Even koenkeloeren hoor. Met een handstand kunnen vallende voorwerpen niet delen. Ja, hoe moest dat ook weer? Oh ja, zo. Ja, oké, cool. Kan ik gewoon zo even de handstand doen. Hoppakee. Zo, oh ja. En dan een lekker goede jump. Oh, maken. Ik dacht dat ik dat platform had. Oké, even wat rustiger. Aan. Ja, platformpje, knopje, platformpje. Ik hoef geen handstand te maken. Oké, gaan we denk ik terug. Ja, gaan we terug. Deze kant op. Oef, ik kon natuurlijk een handstand doen, maar dat deed ik even niet. Had ik even geen zin in. Ik los het wel even zo op. Doei vogel, mazzel, lekker. Ja, we halen wel gewoon alles ook, vind ik. Dat vind ik wel echt leuk. Tot nu toe hebben we nog niks gemist. Door naar level 4. Oké, even koenkeloeren. We kunnen natuurlijk... gelijk die sleutel pakken? Nee, ik denk dat we die sleutel hierop moeten gooien even. Oh nee, oké, goed. Nee, dat heeft maar zoveel seconden. Ik kan hem niet mee naar beneden nemen. Even kijken wat hier de bedoeling van is. Oh, kijk. Zo. Zo. En dan... ja, oké. Maar nu wil ik... dat maakt niet uit. Nu wil ik eerst even een cadeautje gaan pakken hier. Maar ik snap in ieder geval hoe dit werkt. Oké, de sleutel is gedespawned. Die is weer terug. Dan moeten wij heel snel zo deze hierop gooien. En dan plop, plop, plop. Er ligt je sleutel beneden. Dan kunnen wij door. Zo. Snel sleutel pakken. Ja, lekker. Hoppakee. Nice. Laten we hier eens even kijken. Wat moeten we hier gaan doen? Kunnen we ook kruipen?
Volgens mij... Oké, misschien niet. Kan hier wel... Oh, kan er niet overheen nog? Kan wel hier dit cadeautje pakken. Dan moet ik waarschijnlijk die blauwe indrukken. Even kijken wat er dan gebeurt als die blauwe indruk. Moet ik nu de gele gaan indrukken? Kan ik misschien het cadeautje hierboven pakken? Ja, cool. Ja, die hebben we ook weer te pakken. Nice. En dan kunnen we nu door. Zo. Lekker. Ja. Easy. Oh, we kunnen weer uppies gaan vinden. Dus even koekeleuren hoe we dat ook weer moesten doen hier. Sowieso kunnen we de losse uppies hier pakken. Ja. Hop, 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 hop. Hop. Ja, cool. Naar beneden. En dan sleutel pakken. Bro, kom eens hier. Kom eens hier met die sleutel. Ja, nu is die van mij. Lekker. We hebben hem. Dat zijn wel leuke leveltjes dit. Door naar level 5. Maar over films en bioscopen gesproken. Misschien is Vogelvlucht wel een leuke film voor jullie. Vogelvlucht? Nee, Vogelvlucht. Het is best wel een leuke film. In het Engels heet die Migration. Dat is een animatiefilm. Ik vond hem echt, ik vond het echt een topfilmpje. Gaat over een gezin. Een gezin aan vogels. Die dan, de vader wil eigenlijk nooit weg van de plek waar ze altijd al hebben geleefd. Die is bang en zo. En dan uiteindelijk doen ze dat toch. En dan beleven ze allerlei toffe avonturen. Vader vindt het ook helemaal cool. En dat was best wel een leuk filmpje eigenlijk. Zo, dat ging ook maar net goed. Oké, pak de sleutel. Is van de makers van de Minions en van de Super Mario Bros film. Dus als je die films vet vindt, dan ga je deze film ook sowieso leuk vinden. Zeker een aanradertje. Ik vond hem echt top. Echt een leuke film. Ja, hoppakee. En door Mario. Dus even kijken wat we hier allemaal moeten doen hoor. Dat ziet er ingewikkeld uit. Ik kan in ieder geval hier een cadeautje pakken. Ik denk dat we eventjes al die dingen gewoon naar beneden moeten gooien. Hier is nog een gekke krokodil. Die een beetje op Yoshi lijkt trouwens. Zo, oké, cadeautje te pakken. Ja, easy. Lekker. Door naar level 2-6 met, ja, daar hebben we de piranha planten weer. Ik ben trouwens ook wel even benieuwd wie van jullie deze game al heeft uitgespeeld. Ik verwacht eigenlijk wel dat veel mensen deze game nu wel al klaar hebben. Dacht misschien dat het van tevoren niet zo'n grote game zou zijn, maar ja, misschien toch ook weer wel. Volgens mij is de basis van de game niet zo heel groot, maar uiteindelijk kan je er toch best wel veel plezier uit halen. Kijk, het mag iets sneller, Mario. Kijk uit, jongen. Jemig, wat gaat dat langzaam. Kijk, cool. Moet ik hier deze staart gaan pakken? Nee! Waarom ga je van die touw af? Ik dacht, hij blijft gewoon hangen. Ik had even iets te veel vertrouwen in Mario daar. Godverdorie, Mario. Ik denk, ja, hij blijft hangen zo met je arm zo uitgestrekt. Maar nee, dat doet hij dus niet. Dan gaat hij dus vallen. Oké, cool. Naar beneden. Oh, kijk, zo gaan we sneller naar beneden. Kijk, ja, nu pakken we hem wel. Ja, nice. Zo. Oké, chill. Nee, niet naar beneden kijken, Mario. Chillen. Oké, deze pakken we. Gooien we op de stekels. Pakken we deze. Ja hoor, en dan zijn we er zo weer. Steek de sleutel in het slotje. Leuke leveltjes wel dit. En dan zitten er hier als goed is weer twee cadeautjes. Ja, ik zie er daar al één. Even kijken hoor. Kijk, zie je, naar boven gaat het wel supersnel. Ik denk eerst even de blauwe knop indrukken. Dan kunnen we namelijk hier naar beneden. Ja, kijk, kunnen we veilig dit cadeautje pakken. Dan denk ik nu de gele indrukken. Even kijken hoe we dit gaan doen hoor. Ik heb nu ook namelijk de rode knop nodig. Ik moet er heel snel... Zo. Waar is de rode knop dan? Oh, die zit daarachter. Oh, wacht. Dan moet ik waarschijnlijk zo. En dan zo springen. Even wachten. Ja, dan nu naar de rode. Gaan we hier zo even springen. Als deze vuurbal weg is. Zo. Ja. Kijken hoe we nu terug gaan. Moet ik nu niet op de gele knop springen natuurlijk. Gaan we even een afstandje zo nemen. Ja, cool. Zo. Ja, lekker. Snel omhoog, Mario. Oké. Oh. Kan ik bukken? Ach, gelukkig. Nee, ik moet via deze kant denk ik terug. Op de gele knop drukken. Oké, zijn we er dan? Nee, dan zijn we er niet. Moeten we via deze kant? Kom op, Mario. Klim. Oké, je hebt nog wat tijd. Je hebt nog wat tijd. Zo, oké, dit was het eerste level waarvan ik dacht, oké, nu moet ik echt even goed puzzelen. Maar uiteraard is het wel weer gewoon gelukt. Ja, dan komen we aan bij de laatste twee levels. Moeten we de speelgoedjes weer weg gaan brengen? Daar zijn de toads weer, die komen weer aan met de kist. Ja hoor, speelgoedjes moeten de letters gaan pakken. Dus even kijken hoe we dit gaan doen. Deze kant op lopen, zo, daar langs lopen. Ja, en dan ga ik deze knop indrukken voor jullie. Ja, maar nu zitten er een paar, Kijk, een paar zitten nu wel opgesloten. Oké, gaan we de rode knop indrukken. Kunnen ze weer mee? Kom, spring. Ja, spring erop. Kom allemaal hier. Ja, cool. Nu hierop. Oh, ik moet eerst voor. Boink, 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 boink. Ja, cool. Oké, dan klim ik helemaal omhoog. Ik wil niet in de stekels vallen. Huh? Let's go. Netjes. Hier, ik doe de brug voor jullie. Lekker jullie in de kist.
Ja. Easy, lekker. Hotse flotsy. Tijd om Donkey Kong's kont te gaan schoppen. Dat is altijd mijn favoriete onderdeel van deze game. Daar is Donkey Konkie Lonkie Ponky. Oké. Moet ik nu bananen en zo en appels op je hoofd gaan mieteren? Hier. Oh, dat is nog best wel moeilijk, denk ik. Hier. Ja. Lekker. Ik heb hem geraakt. Oké, even de hem weg. Ja, cool. Oh, rustig. Hij gooit hem meer. Kijk hoe hard hij opeens gaat. Wat een mafkees, joh. Ja, lekker. Ik raak hem nog een keer. Ik moet hem nog één keer raken. Maar hij heeft superveel van die beesten nu. En als hij mij één keer raakt, dan is het gewoon klaar, hè? Of mag ik door? Oh, ik mag door. Oké, ja, ik had ook nog maar één banaan, jongen. Hoe moet ik dit fixen? Kom hier. Konkie, jongen. Je hebt geluk. Ja, lekker. Maar heb ik nu geen perfect score omdat ik één keer geraakt ben? Ik hoop het niet. De Konkie pakt in ieder geval zijn spullen weer. Oh, nee. Nou heb ik geen perfecte score meer. Oké, dit moet beter kunnen. Gaat-ie hoor, naar de vlamvulkaan. Ja, oké. Kom even terug. Als je deze manier van verhalen vertellen onder het game leuk vindt, laat het zeker ook even weten in de comments. En ik heb hem. Mazzel!